Rauwvlees, alcohol en koffie. Het zijn zaken waarvan zwangere vrouwen vaak wel weten dat ze ermee op moeten passen. Maar hoe zit het met medicijnen als je in verwachting bent? Daarover is niet altijd de juiste informatie te vinden. Een nieuw platform waaraan het MUMC Plus samenwerkte met het Radboud UMC moet daarin verandering gaan brengen. Wat nieuw is op het platform is dat we doseringen voor medicijnen in de zwangerschap daar weergeven. Dat was nodig omdat eigenlijk tot nu toe de doseringen medicijnen die we gebruiken, de doseringen zijn die voor gewone volwassenen gelden. Waarbij onderzoek toch de laatste jaren heeft laten zien dat die doseringen voor zwangeren toch anders zouden moeten. De werking die medicijnen hebben op zwangeren is vaak niet onderzocht. En dat heeft een specifieke reden. Nou, het feit dat medicijnen in de zwangerschap weinig onderzocht zijn, komt omdat vanuit de historie fabrikanten van medicijnen onderzoek bij zwangeren niet deden. He, gedeeltelijk omdat ze dat natuurlijk toch een beetje spannend vonden, maar het was ook niet verplicht om dat te doen. Dus gaandeweg werden medicijnen gebruikt en hebben we ook wel ervaring gekregen of medicijnen wel of niet veilig zijn voor een zwangere. Maar of de dosering die je dan moet gebruiken goed is, dat blijkt nu dat dat eigenlijk toch heel vaak niet zo is. Door meer onderzoek komt nu daar dus steeds meer inzicht in. De adviezen over doseringen zullen te vinden zijn op de site van LAREP, een organisatie die bijwerkingen van medicijnen in kaart brengt. Voordat ze daarop verschijnen, is er veel voorwerk gedaan. Er wordt eerst door een groep onderzoekers een soort voorbereiding gemaakt met zowel de literatuur als met computermodellen die een soort van een zwangere vrouw nabootsen. En we hebben een model waarbij we daadwerkelijk medicatie door een placenta heen laten gaan om te zien hoeveel van het medicijn dan bij een kind terechtkomt. Vervolgens is daar een soort voorbereidend advies gekomen, maar zit er nog een heel expertpanel achter wat uiteindelijk de dosering goedkeurt. Dus het is best een heel lang traject en dat moet ook zo, want het moet toch een heel gedragen en veilig advies zijn. Op dit moment staat een doseringsadvies voor antidepressiva op de site, maar hopelijk zullen er gauw adviezen volgen voor andere medicijnen. En dat alles met één doel. We hopen dat er meer awareness komt dat doseringen voor zwangere vrouwen anders zouden moeten zijn dan voor jonge mannen. Maar eigenlijk wat ook heel fijn zou zijn is als de realisatie dat je een zwangere goed moet behandelen, dat beter is dan dat je bijvoorbeeld een medicijn afbouwt omdat je bang bent voor de conditie van de baby. En dat eigenlijk geen goed advies is, dat zou wat mij betreft beter duidelijk moeten zijn. He, dus een gezonde baby heeft een gezonde moeder nodig. En dat betekent dat je die zwangere dus adequaat moet behandelen en daar horen goede doseringen van medicijnen bij.